De gevolgen van de explosie waren vanmorgen bij daglicht goed zichtbaar. De flodente is door de explosie en de brand die erop volgde nog maar amper herkenbaar. Delen van het schip zijn 100 meter weggeslingerd en in een weiland terechtgekomen. De eigenaren van de andere boten kwamen vanmorgen kijken en zijn vol ongeloof. Een verschrikkelijke ravage. Een schip zwart geblakerd en die half in het water ligt. En verschrikkelijk om te zien. Als je het ziet, er is niks van over. Hè. Het is over en uit. Ja, ja. Moet hard gegaan zijn, hè? Ja, als je ziet dat de ramen meer dan 100 meter weggeslingerd zijn en hier in het weiland liggen, dan moet het een gigantische klap geweest zijn. En daarom vrolijk me wel enigszins op dat hij nog leeft. En tenminste, dat zijn de laatste berichten. De explosie gebeurde gisteravond rond 9 uur. De eigenaar van de boot, een autospuiter uit Dorst, werd uit de boot geslingerd en kwam in het water terecht. Hij is door omstanders gered. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de explosie is. Het eerste waar je aan denkt en wat je ook vaak hoort is gas. Hè? Maar dat hebben ze niet aan boord, dat hebben wij zelf ook niet. Dus dan verwacht je dat je redelijk safe bent met dat soort dingen. Maar misschien een gaskacheltje wat aan boord is geweest of een bepaalde werkzaamheid wat vlam heeft gevat. Maar geen enkel idee. Zover ik weet had Theo geen gas aan boord. Dus ik denk dat we dat uit moeten sluiten. Kans zou kunnen zijn dat hij dus met accu's bezig is geweest, dat er kortsluiting of iets dergelijks. Maar het is gissen, het is echt gissen. Ik geloof niet dat daar een expert nog iets uit kan halen uit het wrak. Dit is onvoorstelbaar, ja. Ook andere boten liepen door de explosie schade op. Dat wordt een verzekeringskwestie.